maken bij je? Nou ja, we hebben met z'n allen natuurlijk best wel veel. En ook gewoon omdat je dan toch maar kan kiezen. Dus spanning stijgt. Maar welke kleuren? Oh nee, dat ga ik echt niet zeggen. Daar ga ik nog niks over zeggen. Nee, spannend. En het is vandaag natuurlijk moederdag. Heb je het nog een beetje kunnen vieren? Nou, mijn kinderen die zijn bij hun vader. Want ja, ik ga nu op reis. Dus die zorgt goed voor ze. Maar ze hebben me helemaal door de telefoon geknuffeld en moederdag gewenst. En ze komen naar Wenen. En daar zien we elkaar uitgebreid. Dus verrassing, dan hadden ze al in hun koffertjes. Ah, schattig. Ja, leuk. En wat hebben ze je meegegeven? Is voor geluk te brengen? Ja, nou ja, heel veel succes natuurlijk. En ze zijn gewoon heel erg mee bezig. En ze vinden het superleuk dat ze een paar dagjes vrij hebben gekregen van school. Om ook echt mee te komen en mee te maken. Ja, het is gewoon leuk. En hebben ze wat speciaals voor je gekocht? Of toy, toy, toy. Ja. Nee, dat komt nog. Want ze komen graag voor nog aan. En dan komt dat gezellig. En je vriend is hier ook? Die gaat ook mee. Die is nu nog lekker thuis, maar die gaat mee. Ja. Dus het wordt een hele gezellige, drukke toestand. Ja. En wat voor gevoel ga je er nu heen? Heel veel zin. En ook spannend, want we hebben natuurlijk gewoon nog zoveel. We moeten nog zoveel daar gaan meemaken qua hoe het op het podium eruit gaat zien. Wij zijn prepared, maar het is gewoon spannend. Ik ben heel benieuwd hoe we het met. Hoe het allemaal qua beeld en licht en alle ideeën die we hebben, of dat allemaal tot z'n recht gaat komen. Super spannend. Want je hebt ook zo'n mooie quote, zei je ook alweer, ik kom alleen geven. Ja, dat zeg ik vaak, hè. Ik kom niks halen, ik kom iets brengen. En mensen vragen me echt vaak van, ga je winnen, wat is je verwachting? En ik vind dat je dat niet mag zeggen over jezelf. Je moet gewoon, zoals ik altijd al mijn hele carrière erin sta, gewoon zingen vanuit je hart, zonder dat je daar iets voor terug hoeft. En dan maar kijken hoe het bij de mensen landt. Ja, tuurlijk, als ik daar helemaal sta, ben ik een vechtertje, hoor, daar niet van. Maar ik ga niet uitspraken doen over van we gaan winnen of zo. Dat moeten de mensen maar bepalen, toch? Absoluut. En je ziet er stralend uit, heel fit. Ik voel me ook heel goed. Ik heb er echt heel veel zin in. En ja, let's go! Ja, hè? Nou, knallen. Ja, toch? Gaan we heel doen. Veel plezier. Dankjewel. Ook nou, dankjewel. Nee, je zou ik even vanmorgen vragen voor Telegraaf 2. Ja. Ik heb er zin in. Heb je er zin in? Ik heb er echt zin in, ja, zeker. Het is gewoon, het begint nu echt te borrelen. Zeker omdat jullie met zoveel mensen hier gekomen zijn. Wat hysterisch, hè? Leuk hoor. Ja, ik heb ik nog niet gezien. Nee joh, maar die komen allemaal wel daarheen. Dus het is gewoon super leuk om aan zo'n groot evenement mee te doen. En het enthousiasme, weet je. Iedereen is van hup, we gaan ervoor. Dat is gewoon leuk. Ik heb het gevoel, ja, je moet eigenlijk gewoon zo'n rondje bij iedereen thuis op de koffie. Hè? Dan ga je het meemaken. Maar we hebben heel veel opgetreden. En dan merk je aan het publiek dat er toch wel een soort van kom op, we staan erachter en zo. Dat is wel heel leuk. Wat heb ik aan mijn buik? Oh my god, dat wil je echt niet weten. Heel veel kleren, nog meer kleren. Ik heb een geweldige stylist en die is helemaal losgegaan. Die dacht, weet je, we moeten genoeg bij ons hebben en ook voor de meiden. Dus nee, dat is gewoon superleuk. Onder het mom, als je gaat, dan moet je het goed doen. En nee, verder heb ik natuurlijk gewoon boekjes, dvd'tjes, want we gaan ook lekker veel muziek. We gaan veel met elkaar optrekken en het wordt gewoon ook een hele leuke tijd tussen de bedrijven door natuurlijk. Verwacht je iets heel aan het support van fans uit Nederland? Tuurlijk, altijd. In spirit. Het helpt altijd, positieve energie. En het is hartstikke leuk om te weten dat mensen zo met je meeleven en enthousiast zijn. Dat doet gewoon heel goed, want het is echt wel spannend. Weet je, ik ben wel wat gewend, maar als ik van Anouk en Ilse en iedereen en Cilia hoor hoe heavy het is als je daar eenmaal staat. Oh, dat. Ik ben daar echt wel benieuwd naar hoe ik dat ga regelen. Maar ja, ik laat het maar op me afkomen. Dankjewel. Geintje van Boulevard, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben gelijk wakker. Ja, wat een circus hier al, hè? Ja, nou ja, het is gewoon leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Een enthousiasme, superleuk. Heb je goed geslapen? Ik heb heel goed geslapen, ja. Ik was echt wel moe. We hebben de afgelopen dagen nog veel kleding doorpassen en laatste repetities. Best wel pittig nog. En ik was vandaag echt meteen knock-out. Diep geslapen. Ja, en dan heb je de koffers mee en dan vraagt iedereen zich af, natuurlijk zit de jurk erin. Zit erin. Ik mag het half van wel. Ja hoor. En wat is een ander item wat je echt mee wil nemen? Wat je erin hebt gestopt en je dacht, ja, dat moet gewoon mee.
Nou ja, ik heb gewoon altijd hele leuke, mooie foto's van mijn kinderen bij me. Maar die zitten hier in mijn portemonnee. Dus dit tasje mag niet kwijtraken. En nee, voor de rest heb je eigenlijk niks nodig. Mijn kleding, de meiden. En ja, weet je wat ik zeg? Ik heb een paar goede films bij me. Maar goed, je kan tegenwoordig alles downloaden. Ik ben nog ouderwets. Ik heb dan gewoon echt dvd'tjes in mijn tas. Serieus, heel grappig. En voor de rest heb ik mijn laptop mee. Nee, wat heb ik nou nog meer mee? Gewoon, ja, wat iedereen meeneemt op vakantie. Ja, en het is toch moederdag vandaag? Ja. De kindjes zijn hier vanochtend nog een keer. De kindjes hebben me helemaal door de telefoon geknuffeld en alles. En ik moet natuurlijk vroeg op, dus ze zijn lekker bij hun vader. En ze komen volgende week. En dan verheugen wij ons enorm op om elkaar te zien. Dus superleuk. En gaat het dan allemaal op één hotelkamer? Wil je ze dan allemaal dichtbij je hebben? Of? Ja, nou, we hebben al schema's wanneer ze bij mij mogen logeren op de kamer. Nee, ze gaan echt met de oppas en nog vriendjes. En mijn moeder is erbij. Dus, maar ik moet wel echt uitgerust zijn en slapen. Dus ik denk inderdaad dat het beter is als zij gewoon lekker bij de oppas blijven. Ja, en wat zeggen ze dan tegen jou? Want jij zei laatst van ja, het is eigenlijk een beetje door hun begonnen. Zij zeiden, mam, doe het een keer. Ja, natuurlijk is het ook gewoon mijn beslissing. Maar ze vonden het wel echt heel leuk. En dat geeft gewoon een soort rust dat je als moeder wel zo lang van huis kan. Dus er komen natuurlijk wel een paar dagen over. Maar als het allemaal mee zit, hè, dan ben je toch 2 weken weg. Nou, dat heb ik dan nooit zo lang vind. Dat vind ik echt lang. Dus het geeft gewoon een goed gevoel als je kinderen zeggen, mam, ga nou maar. En ze zijn nu ook wat ouder, dus dat voelt gewoon oké. En ja, ze zeiden wel altijd, nou, toi, succes. Gewoon schattig, heel lief. En dan ga je straks daar in Wenen aankomen. Is het dan even nog sightseeing doen of ga je gelijk vol aan de bak? Volgens mij moeten we gelijk aan de bak, ja. Morgen begint het al en we hebben natuurlijk nog wel wat kleine voorbereidingen die we moeten doen vanavond. Dus het is niet kussengevecht en doorzakken, maar dat gaan we ongetwijfeld vast wel een keer hebben hoor, deze week. Ja, want hoe zorg je ervoor dat je niet uitgeput, dan had je het wel het natuurlijk over dat je uitgeput op dat podium staat. Je moet... Nou ja, door gewoon ook gedisciplineerd te zijn. Hè? Dus niet al je energie weg te geven de hele tijd. Maar gewoon ook, ja, toch gewoon simpel. Een beetje op je hotelkamer, rustig boekje lezen, filmpje kijken. Stemoefeningetjes doen. Goed slapen, veel slapen. En gewoon gezellig hebben, blij zijn. En dan krijg je vanzelf energie. Ja, en straks als je geland bent, hoe stel jij je voor? Dat vraagt toch iedereen zich weer af. De naam? Ja, Treintje. Het is wat, hè? Ik moet mijn ouders daar toch eens op aanspreken. Dat ze me die naam hebben gegeven. Ja, je kan er van alles ingewikkelds van maken, maar dat gaat hem toch niet worden. Treintje of whatever. Ik heet gewoon Treintje. Daar moeten we het maar mee doen. En je gaat met het vliegtuig. En ik ga met het vliegtuig. Ja, niet met de trein. Ja, ik kan het zelf natuurlijk voorstellen als Zoek of zo. Nee, dat is echt heel hysterisch. Little Train. Ja. Little Train. Dat kan nog wel. Ja. Heel veel plezier. Ga genieten. Heel erg leuk. Dankjewel, hè. Je Treintje. Ja. Het komt nu wel heel erg dichtbij, het Songfestival. Ja, bijna, hè. Morgen beginnen we al meteen met de repetities. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe het gaat worden, wat we allemaal bedacht hebben, of het allemaal gaat lukken. Of ik niet uit mijn jurk scheur of zoiets engs. Ja, want de jurk die zit in een van de 8 koffers. Ja, die zit in een van de 8 koffers, ja. Nee, het is spannend. Ja, het moet nu allemaal zo'n beetje samen gaan vallen. En dat is gewoon een spannend moment natuurlijk. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in die 8 koffers? Ja, ik heb echt geen idee. Mijn stylist is daar, dus dat kan je aan hem vragen. Nee, we hebben echt hele leuke dagen achter de rug. We hebben superveel mooie dingen, ook voor de meiden allemaal bij me. Ook voor tussendoor, want ja, je hebt toch nog best wel een hoop dingetjes te doen. En dan moet je gewoon genoeg bij hebben. Maar het is leuk om daar gewoon in... Normaal heb ik een heel klein tasje mee op vakantie. En nu heb ik geloof ik 6 koffers bij me. Het is echt heel grappig. En dan kom je daar straks aan. In Wenen, wat ga je dan eerst doen? Nou, we hebben hele schema's. Ik kijk de dames daar aan. Volgens mij gaan we gelijk eerst natuurlijk naar de hotels. En dan gaan we even met elkaar doorspreken hoe de komende dagen eruit zien. Ik denk dat wij nog wat zullen overleggen qua repetitie en qua dingetjes. En dan morgenochtend is het al gelijk vroeg opstaan in de make-up en kleding aan. En dan hup, die repetitie, die eerste repetitie, die wordt super belangrijk. Daar moet echt heel veel samenvallen. Van wat we natuurlijk bedacht hebben om te zien hoe dat dan live echt tot z'n recht gaat komen. En dan kunnen we nog heel veel aanpassingen doen, maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. En familie komt erop kijken? Zeker, ja. Ja, tuurlijk. Absoluut. Die komen langs en... Die komen langs en die steunen me, ja. Dus dat wordt heel gezellig. Dankjewel. Treintje. Goedemorgen. Mag ik nog één? Hallo. Mag ik nog één foto? Klik.
gekeken. Nu staan we hier. Richting Wenen. Ja, leuk. Nou ja, finally. Ik ben er ook wel klaar voor. Want het is natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon heel veel gedoe. En op een gegeven moment wil je ook gaan. Dus als we nu helemaal in dat vliegtuig zitten en alles is erin, dan heb ik ook gewoon rust over. Ja. En neemt de spanning toe of gaat het nu afnemen? Ik moet dat nog een beetje bij mezelf inventariseren. Ik heb het gevoel dat als we morgen echt die repetitie doen en alles valt op zijn plek, dat ik dan wel even zo'n soort mijn hart in mijn keel voel kloppen. En voor de rest probeer ik me gewoon heel erg mijn energie te bewaren om me te concentreren op dat moment zelf. En dan ja, ik hoor dat dit hebben we voorgaande jaren niet gehad, hè, dat vertrekmoment. Nee, bijvoorbeeld Anouk ging er 3 of 8 via de achterdeur naar binnen. De Commonillers gingen gescheiden, nou Treintje kun je moeilijk 2 knippen, dus die is helemaal in haar eentje. Nee, maar met de backings hier, een uitzwaaimoment, die werden zelfs op elkaar, hè, hartelijk wel.